Wirin is een film over een doofgeboren jongen die later voor de rechten van doven opkomt. De film is een initiatief van de Stichting Surinaamse Dovenbelangen Sudobe en is geregistreerd door Ivan Tayapin. De film gaat maandag 10 december op de Dag van de Rechten van de Mens in première. Op een gisteren gehouden persconferentie gaf Tayapin aan hoe deze film tot stand is gekomen. Ik ben zo trots. Ik wou even op maandag. Ik ben zo nieuwsgierig, zegt hij. Maar de ondertiteling, ik wil zien hoe dat gaat. Ik wil zien hoe eigenlijk ook eruit ziet. Doven en horenden, komen jullie allemaal. Ik hoop dat het heel goed wordt. Het is de eerste Surinaamse film voor doven. Amerika, daar hebben ze al zoveel doven films, al heel veel. Ja, en we moeten het aanpakken hier in Suriname. Het moet gewoon goed komen. Ik hoop gewoon dat het goed gaat. Iedereen, komen jullie allemaal. En bedankt voor alles. En vanaf dat moment vond ik het al heel bijzonder om daar iets mee te gaan doen. Dus ik dacht ook van, het is een reden dat ik nu pas een film ga maken. En toen hoorden we het verhaal van Wirin over het feit dat hij heel graag naar school wil, maar dat kan niet, want er zijn geen mogelijkheden voor. En toen zijn Ivan en ik gewoon aan de slag gegaan. En we zijn gewoon aan de slag gegaan op het balkon. Mm-hmm. Eerst op jouw balkon en toen op mijn balkon. En dat heeft ongeveer een half jaar geduurd. En toen op een gegeven moment keken we naar wat we gedaan hadden en zeggen, ja, dit is echt een heel goed verhaal. En dus het is gebaseerd op Wierens verhaal dat hij niet naar school kan. En we hebben in de tussentijd heel veel mensen gesproken die bij de Kennedy School hebben gewerkt en die heel veel met doven te maken hebben. En er zijn bepaalde dingen gebeurd in de geschiedenis en die hebben wij een beetje proberen te verwerken in het verhaal. Dus het is een fictief verhaal, maar bijna volledig gebaseerd op feiten. Ja. Volgens Henk Kimboel, voorzitter van de Stichting Sudobe, hebben veel mensen een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze film. Medeschrijver Sander Komouw zei dat het geen gemakkelijke opgave was en dat het om en bij 2 jaar heeft geduurd om de film af te ronden. Ik kom eigenlijk nooit met dove mensen in contact en dat maakt het heel speciaal, zegt een trotse Komouw. Ik ben zo trots. Ik wou even op maandag. Ik ben zo nieuwsgierig, zegt hij. Maar de ondertiteling, ik wil zien hoe dat gaat. Ik wil zien hoe eigenlijk ook eruit ziet. Doven en horenden, komen jullie allemaal. Ik hoop dat het heel goed wordt. Het is de eerste Surinaamse film voor doven. Amerika, daar hebben ze al zoveel doven films, al heel veel. Ja, en we moeten het aanpakken hier in Suriname. Het moet gewoon goed komen. Ik hoop gewoon dat het goed gaat. Iedereen, komen jullie allemaal. En bedankt voor alles. En vanaf dat moment vond ik het al heel bijzonder om daar iets mee te gaan doen. Dus ik dacht ook van, het is een reden dat ik nu pas een film ga maken. En toen hoorden we het verhaal van Wirin over het feit dat hij heel graag naar school wil, maar dat kan niet, want er zijn geen mogelijkheden voor. En toen zijn Ivan en ik gewoon aan de slag gegaan. En we zijn gewoon aan de slag gegaan op het balkon. Mm-hmm. Eerst op jouw balkon en toen op mijn balkon. En dat heeft ongeveer een half jaar geduurd. En toen op een gegeven moment keken we naar wat we gedaan hadden en zeggen, ja, dit is echt een heel goed verhaal. En dus het is gebaseerd op Wierens verhaal dat hij niet naar school kan. En we hebben in de tussentijd heel veel mensen gesproken die bij de Kennedy School hebben gewerkt en die heel veel met doven te maken hebben. En er zijn bepaalde dingen gebeurd in de geschiedenis en die hebben wij een beetje proberen te verwerken in het verhaal. Dus het is een fictief verhaal, maar bijna volledig gebaseerd op feiten. Ja. Sander Komouw, medeschrijver van de film Wirin en daarvoor Henk Kimpoel, voorzitter van de Stichting Surinaamse Doven Belangen. Ze spraken gisteren op een persconferentie over de film Wirin. De film gaat op 10 december in première in TBL Cinemas.